Hoi, wat superleuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Vandaag heb ik mijn favoriete van augustus. Augustus is echt weer voorbij gevlogen. En augustus was natuurlijk ook de maand waarin merken zoals Catrice en Essence hun nieuwe producten in de schappen kregen. Dus kortom, een maand vol met nieuwe make-up producten. Ik heb mijn favoriete make-up producten weer verzameld in mijn toilettasje. Als je mijn favoriete video's vaker hebt bekeken, dan weet je dat ik het meestal verzamel in een toilettasje. En ik zou zeggen, als je benieuwd bent naar mijn favorieten, kijk dan even gezellig mee. Ik begin even met deze Garnier Calmine, de 2-in-1 reiniging. En ja, ik was eigenlijk op zoek naar een reiniging voor mijn gezicht. Ik gebruik natuurlijk ook het micellair water van Garnier. Maar eigenlijk was ik ook even op zoek naar een gewone reiniging. En deze kom ik bij de Action tegen. Ik heb er gewoon een handje vol om mijn make-up eraf te halen met van die make-up doekjes. En dat is natuurlijk echt zo niet goed voor je huid. Want je huid droogt er eigenlijk onwijs van uit. Er zit ook niks in wat je huid verzorgt of zo. En dit is een kalmerende 2-in-1 reiniging. En deze is ook voor een gevoelige huid. En ja, het werkt heel makkelijk. Je moet dit schudden, zeg maar. Deze formule wordt met elkaar vermengd. En dan kun je het gewoon heel makkelijk op een watje doen. En ja, kun je je make-up eraf halen. En deze is echt zo goedkoop van de Action dat ik eigenlijk gewoon deze heel erg fijn vind. En deze zeker weer ga halen. Dus daarom is deze ook een favoriet. Dan heb ik deze gel lak. Dit is van Catrice. Dit is de topcoat. Dit is de basecoat. En gel lak is natuurlijk op het moment echt een hype. Want heel veel merken die brengen nu gewoon gel lak uit waarvoor je ook geen lamp nodig hebt. Dat is bij deze trouwens ook het geval. En waarom ik deze gewoon heel erg benieuwd naar was toen ik hem ging testen. Want ik heb die van Essence bedoel ik. En die vind ik echt gewoon matig. Bij mij chipt hij echt na 1, 2 dagen sowieso. En nee, het was voor mij niet echt een geweldig ding. En toen kwam ik deze van Catrice dus tegen. Ik zal ze even uit het doosje halen, omdat ik van low budget hou. Dat weet je inmiddels vast wel als je me langer volgt. De topcoat, die breng je dus als eerste. Basecoat bedoel ik, sorry. Dit is de basecoat, die breng je dus als eerste aan. Die laat je dan drogen. Daarna breng je een kleur aan. Op de verpakking staat overigens dat je een Ultimate Nail Lacquer het beste kunt pakken van Catrice. Maar het maakt niet uit of je dus een limited editie of een gewoon lakje van Catrice neemt. Maakt niet uit. Misschien werkt het ook wel met een ander merk. Dat weet ik niet. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Die laat je dan weer drogen en dan breng je dus deze topcoat aan. Heel erg leuk allemaal. En deze bleef tot mijn verbazing gewoon 5 dagen zitten. Ik had gewoon echt 5 dagen mooie nagels. En dat is voor mij doen echt een wonder. Want ik ben iemand die gewoon in huis ook bezig is. Huishouden, noem het maar op. Overigens gebruik ik dan wel handschoenen, maar toch chipt het heel vaak. En bij deze bleef het gewoon echt zitten. De 5e dag begon het echt wat los te laten, de randjes zeg maar. Toen heb ik het er gewoon afgehaald, want dat ziet er niet uit. En ja, daarom, dit vind ik dan gewoon echt super. Deze vind ik dan echt zo beter in combinatie met die van Essence, dat dit gewoon echt een topproduct is voor mij. Dan deze liquid lipstick van Essence. Ik heb deze overigens ook al gereviewd. En nou, deze vind ik wel gewoon fijn. Overigens vind ik het meer lipgloss dan lipstick. Dat heb ik ook al in mijn review geschreven. Maar ik vind het wel heel erg leuk bedacht, omdat je eigenlijk wel zo dit zo ziet lopen dat het net een lipstick lijkt. Overigens hoor je een kat op de achtergrond mouwen. En ja, ik vond het wel fijn in gebruik. Gewoon ook een lekker compact formaat. Dus gewoon heel, ja, heel, heel fijn ook om mee te nemen. En ik vind de kleuren heel erg leuk. Dan heb ik deze gel lak. Dit is van Catrice. Dit is de topcoat. Dit is de basecoat. En gel lak is natuurlijk op het moment echt een hype. Want heel veel merken die brengen nu gewoon gel lak uit waarvoor je ook geen lamp nodig hebt. Dat is bij deze trouwens ook het geval. En waarom ik deze gewoon heel erg benieuwd naar was toen ik hem ging testen. Want ik heb die van Essence bedoel ik. En die vind ik echt gewoon matig. Bij mij chipt hij echt na 1, 2 dagen sowieso. En nee,
het was voor mij niet echt een geweldig ding. En toen kwam ik deze van Catrice dus tegen. Ik zal ze even uit het doosje halen, omdat ik van low budget hou. Dat weet je inmiddels vast wel als je me langer volgt. De topcoat, die breng je dus als eerste... Basecoat bedoel ik, sorry. Dit is de basecoat, die breng je dus als eerste aan. Die laat je dan drogen. Daarna breng je een kleur aan. Op de verpakking staat overigens dat je een Ultimate Nail Lakker het beste kunt pakken van Catrice. Maar het maakt niet uit of je dus een limited editie of een gewoon lakje van Catrice neemt. Maakt niet uit. Misschien werkt het ook wel met een ander merk. Dat weet ik niet. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Die laat je dan weer drogen. En dan breng je dus deze topcoat aan. Nou, heel erg leuk allemaal. En deze bleef tot mijn verbazing gewoon 5 dagen zitten. Ik had gewoon echt 5 dagen mooie nagels. En dat is voor mij doen echt een wonder. Want ik ben iemand die gewoon in huis ook bezig is. Huishouden, noem het maar op. Overigens gebruik ik dan wel handschoenen, maar toch chipt het heel vaak. En bij deze bleef het gewoon echt zitten. De 5e dag begon het echt wat los te laten. De randjes zeg maar. Toen heb ik het er gewoon afgehaald, want dat ziet er niet uit. En... ja, daarom, dit vind ik dan gewoon echt super. Deze vind ik dan echt zo beter in combinatie met die van Essence. Dat dit gewoon echt een topproduct is voor mij. De Shine Appeal Fluid Lipstick van Catrice. Nou, die lijkt een beetje op degene die ik je net liet zien van Essence. En ja, eigenlijk hetzelfde verhaal. Niet echt lipstick vind ik persoonlijk. Ik vind meer gloss. Maar toch qua gebruik wel heel makkelijk. Het voelt ook heel prettig op de lippen aan. En ik vind dit gewoon heel erg leuk bedacht. Helemaal nu het ook gewoon in budget varianten te verkrijgen is. Dat steeds meer goedkope merken ook dit soort producten uitbrengen. Dus heel erg leuk. Dan deze 2 highlighters. Dit is de donkerdere highlighter. Ik zal eventjes laten zien. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar wordt. Deze, dit is een wat warmere. Deze heet overigens Champagne Campaign. Dit is 020. En dit is 010 Stardust. En dit is de wat koelere kleur. En ik vind deze highlighters gewoon echt super fijn. Ik kon ook niet kiezen van beide kleuren. Ik ben dol op highlighters en Catrice had eigenlijk alleen maar highlight pennen. En op zich vind ik die ook prima, maar ik vind toch altijd een poeder ook wel heel erg fijn. Want met poeder doe je gewoon wat langer ook. En ja, deze 2 kwamen dus nieuw bij Catrice en ik was eigenlijk gewoon gelijk helemaal enthousiast. Je kunt ze heel gemakkelijk met een kwast aanbrengen en ik vind beide kleuren heel erg mooi. Overigens ruiken ze ook heel erg lekker. Ik vind ze vooral een beetje naar van die snoepspekjes ruiken. Maar misschien ligt dat aan mij. Maar gewoon 2 prima low budget producten die gewoon echt doen wat ze moeten doen. Dus prima zou ik zeggen. Dan heb ik deze nieuwe foundation van Catrice. Het is de Even Skin Tone Beautiful Foundation in de kleur Even Ivory. Dit is de lichtste kleur. Ik ben de laatste tijd echt een beetje ook aan het... proberen met lichtere kleuren foundation te werken. En eigenlijk vind ik het gewoon heel erg mooi staan. En deze past perfect bij mijn huid. Hier zit geloof ik ook ja, SPF 25 in. Dus ook eigenlijk prima voor een, ja, voor een zomerdag. Ook al vrees ik dat we de zomer wel een beetje hebben gehad. Maar je weet het nooit in Nederland. Ja, gewoon prima foundation. Ja, fijne structuur, dekt prima. Ja, ik ben er heel enthousiast over. Dan heb ik deze nieuwe lipstick van Essence. En dit is de kleur Frosted. Dit is kleur nummer 6 overigens. En dit is een heel erg mooie roze kleur. Ik hou echt van roze. En ja, eigenlijk gewoon een hele fijne lipstick... En met een ja, leuk gekleurd bovenkantje. Gewoon heel erg ja, leuk om te zien. Beetje vernieuwend. En doet eigenlijk gewoon, geeft voldoende kleur af. Ik vind hem prima in zijn doen. Dus ja, deze absoluut een favoriet. Dan dit paletje van The Action. Dit is een Nude Look
Nude Look It Color Eyeshadow Palette. Van het merk Max & More. Gewoon echt een heel erg leuk paletje. Wel een beetje, ja, nude kleur. Maar ja, of het echt nude is, weet ik niet. Spiegeltje zit erin. Applicator zit erbij. De review die verschijnt binnenkort op mijn blog. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou ik zeggen, houd even in de gaten. Maar ik vind het pigment gewoon heel erg goed. Action, ja, ze komen natuurlijk gewoon van die hele goedkope oogschaduwpaletjes. En met pigment is gewoon eigenlijk zo goed van dit oogschaduwpaletje. Dat had ik niet verwacht. De kleuren geven gewoon echt heel goed af. En ja, je ziet ze gewoon heel duidelijk. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Wel is die wat poederig, maar goed. Vind ik ook niet echt dan erg voor, nou, wat zal het zijn? Wat ik ervoor heb betaald? Nou, super weinig in ieder geval. En ja, gewoon heel erg fijn paletje. Dan heb ik dit nieuwe paletje van Essence. Dit is het Bronze, All About Bronze eyeshadow palet. Ik zal even de kleuren laten zien. Ik heb ze overigens allemaal. Ik moet ze nog reviewen, maar dit zijn de kleuren. Je ziet dat ik er al in heb gedipt, want je ziet wel dat hij heel poederig is. Maar ook voor deze geldt, ik geloof dat zo'n paletje 4 euro kost. En ook het pigment is gewoon super goed. Ik vind het ook leuk dat ze aan deze vernieuwde paletjes wat meer kleuren hebben aangebracht. En ja, de kleuren stemmen gewoon heel goed bij elkaar af, vind ik. En ze zijn gewoon heel fijn in gebruik. Dus ik vind ze, ja, super, super fijn. Dan heb ik de Liquid Camouflage High Coverage Concealer van Catrice. Waterproof. Ik heb de kleur Porcelain. En dit is de nieuwe concealer van Catrice. Dekt echt super goed. Verwerkt echt al de oneffenheden. En hij is heel erg lekker zacht. Het waterproof effect zit er ook zeker wel een beetje in. Bij een klein regenbuitje zal hij het ook zeker dekken. Maar niet als je gaat zwemmen of als het echt plens van de regen. Dat gaat hij niet redden. Maar een klein buitje, dat overleeft hij wel. Dus motregen of zo. Of nou ja, gewoon als het zachtjes regent, zeg maar. Ik vind hem gewoon heel erg fijn. Dus daarom is hij favoriet. Dan heb ik dit duo van de Action. Dit is eigenlijk een smoky eye setje. Dit is dan de mascara. Nou, die vind ik niet zo heel erg bijzonder. Maar het gaat mij eigenlijk om de double side eyeliner. Er zit hier een stukje die je kunt uitdraaien. Dan heb je een pen. En hier zit een liquid eyeliner. En het gaat me eigenlijk om de liquid eyeliner. Want deze vind ik echt zo fijn. Er zit een heel strak kwastje aan. Ja. Kijk hoor. Er zit zo'n kwastje aan die gewoon niet beweegt. Je kunt er hele strakke lijntjes mee zetten. Voelt ook heel prettig aan. En ik kan hier heel strak mee werken. Dus deze vind ik ook heel erg fijn. Ik liet de mascara ook even erbij zien. Omdat dit dus een duo pack is. Je koopt dus deze met de mascara in één. En ja, voor de Action vind ik dit gewoon een super goede eyeliner. Dan was ik heel erg enthousiast over de Long Lasting Lip Liners van Essence. Die gewoon echt super lang blijven zitten. Ik zal er even eentje laten zien. Deze kun je zo omhoog draaien. En dat vind ik altijd al super fijn. Want ik vind dit op zich fijner dan zo'n potlood. Want hier komt ook gewoon veel meer kleur vanaf. Heb ik zelf het idee. Wel zijn ze echt wel breekbaar. Dus je moet er echt heel voorzichtig mee doen. En niet echt helemaal uit gaan draaien. En dan denk ik ook, ga lekker even mijn lippen inkleuren. Want dan breekt hij af. Nou kun je hem overigens wel fixen. Om dan als je het puntje nog hebt, het puntje terug te stoppen. En hem dan even in de koelkast te leggen. En dan wordt hij weer hard. Maar deze blijft gewoon 4 uur lang op je lippen zitten. Je kunt je lippen er gewoon helemaal mee inkleuren. Je kunt ook alleen een lijntje ermee zetten. Maar dit vind ik echt een uitkomst, deze lip liners. En ja, ze zijn ook echt super goedkoop natuurlijk. Dus ja, heel erg fijn. Dan heb ik nog een oogschaduwpalet. En dat is het Chocolate Nudes
Eyeshadow palet van Catrice. Ik ben zo fan van deze oogschaduwpaletjes eigenlijk altijd al geweest. Vanaf het eerste paletje die ik kocht, die vond ik al super fijn. Ik heb ze echt allemaal en ik vind ze eigenlijk allemaal heel erg fijn. Maar dat is denk ik ook weer gewoon het verschil van persoon. Ik ga even de kleuren laten zien. Ja, het is wel weer nude, dus ik snap op zich ook wel als mensen zeggen, nou, ik ben nou wel eens een keer klaar met die nude tinten. Maar ja, ik blijf het gewoon heel erg mooi vinden, omdat je er gewoon hele neutrale, naturelle ooglook mee kunt maken. En je hebt een paar shiner kleuren, maar je hebt ook een paar matte kleuren. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. En ja, die chocolade kleurtjes, dat is gewoon heel erg mooi om te zien, vind ik. En ik vind hem heel erg fijn. Ook achterop zie je trouwens een kleine tutorial hoe je het zou kunnen doen. Dus altijd handig. En dit is absoluut een favoriet van mij. En dan ben ik alweer bij mijn laatste product. En dat is de Primer Fine Professional Contouring Palette. Ja, deze is van Catrice. Ik heb heel veel Catrice deze keer. Highlighter, bronzer. En dit is de kleur Archie Radiance. En contouren is gewoon helemaal een ding in, ja, in de make-up scene tegenwoordig. En het is heel erg leuk dat gewoon de low-budget merken ook dit soort paletjes nu uitbrengen. En achterop zie je dus een kleine tutorial waar je dus eventueel kunt contouren, de bronzer kunt aanbrengen en waar je kunt highlighten. Nou, ik weet niet of het echt heel goed zichtbaar wordt. De kleur was voor mijzelf nog een beetje te licht met één laagje. Met meerdere laagjes dekt hij heel goed. Hij blendt heel fijn ook in. En dat vind ik altijd zelf wel belangrijk als het gewoon goed inblendt. En ja, ook de highlighter is gewoon heel goed zichtbaar. En dat vind ik zelf altijd een beetje lastig. Want highlighter is al snel te licht. Of ja, dat vind ik zelf tenminste altijd. Maar deze vind ik echt perfect. Echt een heel fijn paletje voor een hele laag prijs. Dan waren dit mijn favoriete producten van augustus. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik merk wel dat ik echt heel veel low-budget producten erbij heb zitten. Echt heel veel Catrice ook. Maar ja, dat komt denk ik ook omdat ik daar al heel veel van heb getest en al gereviewd en zo. Ik had ook een paar producten nog niet gereviewd. Die kun je nog wel verwachten. Dus dan heb je eigenlijk nu een soort van sneak peek. Dan weet je eigenlijk ook al gelijk van als ik ga reviewen dat ik er enthousiast over ben. Maar goed. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, dan kun je even abonneren op mijn kanaal. Hierboven in het wolkje staat de link. En ik zou zeggen gewoon tot heel snel. Doeg!